Betsy van Bosseespier, die vandaag haar 105e jaardag viert, is in de bloemetjes gezet door zowel haar buurtbewoners als familie, vrienden en de autoriteiten. Met een lachend gezicht nam ze haar felicitaties in ontvangst. Haar hele leven heeft ze slechts één motto gepredikt: liefde voor elkaar hebben en liefdevol met elkaar wonen. Oma Betsy, zoals iedereen haar noemt, staat ook bekend om lekker eten en dansen. Met een brede lach neemt ze de felicitaties van burgervader Witprakash Jurum Singh van Wanika Noordwest in ontvangst. Hij ging in op haar levensloop. Mevrouw Betsy werd geboren op 7 maart 1914 in Paramaribo. Zij werd vroeg, 7 maanden kindje, geboren. Na haar geboorte bleef zij nog een maand in het ziekenhuis ter observatie. Zij komt uit een gezin van 9 kinderen waarvan zij de 5e is. Haar broers en zusters zijn haar voorgegaan. Zij is nu de enige in het leven van haar generatie. Mevrouw Betsy heeft de Wanika school bezocht en afgerond. Voor die tijd een ware prestatie. Vanwege omstandigheden heeft zij niet verder kunnen studeren. Toen zij 14 jaar oud was, begon zij te werken als interieurverzorgster. Zo heeft ze bij verschillende mensen gewerkt om haar loon te verdienen. Op haar 18e jaar heeft ze haar echtgenoot leren kennen bij een nicht van haar man. De biografie van oma Betsy brengt de menigte in de warme tent aan het lachen. Ook zij glundert als de burgervader haar terugbrengt naar een ander deel van haar eigen geschiedenis. Zij heeft de periode van Anton de Kom meegemaakt. Wij moeten uit de geschiedenisboeken hebben. Er is een programma dat jaarlijks afgedraaid wordt op de televisie, genaamd Opstand, waarvan zij ook te zien is. De Tweede Oorlog heeft zij eveneens meegemaakt. Naast het opvoeden van haar eigen kinderen, heeft zij ook nichtjes, neefjes grootgebracht. Zij is heel erg geliefd onder de familie. Mevrouw Betsy heeft tot nu toe last van reumatiek. Haar gezondheidstoestand is redelijk. Zij zit in een rolstoel, kan middels rollator vrij lopen. Nou, 105 jaar. Zij is soms een beetje vergeetachtig, maar kan wel tijd tot tijd zich goed herinneren. Zij heeft het EBG geloof. Burgervader Witprakash Jurum Singh van Wanika Noordwest. Vandaag tijdens de verjaardag van oma Betsy van Bosseespier van Wanika. Ze is vandaag 105 jaar geworden en is door familie, vrienden en de autoriteiten in de bloemetjes gezet.